Hey, je allereerste video was dan met QC. Hoe heb je hem eigenlijk gestrikt voor de video? Via Ali B. Oké. Okay. Ali B was als ik ontmoet in de theatershow van hem. Ja. Hij riep me het podium op. Vet. Ik was zenuwachtig, ik wist wat ik moest doen, toch? Hij zegt, ga maar rappen. Ik rappen. Op een gegeven moment, ik diste hem helemaal. Oh mijn god. Iedereen lacht, hè. Echt? Ik diste hem. Zo, bro, wat heb je gedaan, man? Ik zeg, bro, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik dacht, ik ga je even kapot maken, toch? Maar wat zei je dan bijvoorbeeld? Ik zei dingen over zijn neus, dat lijkt op een jonko. Hij even lang is en zo. Maar hij vond het leuk, hij heeft je wel geholpen om... Voordat ik wegging, zei hij, ik hou je in de gaten met een knipoog. Dus jaren later stuurt hij me bericht. Waarom ga je niks doen met YouTube, dat? Ik zeg, bro, dat is niks voor mij. Ik kan het niet, de mensen gaan het niet accepteren. Ik ben invalide. Ik ga niet serieus genoemd, maar je wel. Kom langs op kantoor, ga over babbelen. Zo is het een balletje gaan rollen. Tof, tof, tof. Ja. Dus eigenlijk dacht je bij hem van, oké, ik ga wel met Ali even zitten om te kijken of... En je wilde dus eigenlijk in eerste instantie gewoon niet? Nee, wilde niet. Want ik wist niet hoe het zou gaan lopen, snap je? Toen dacht ik, ik ga het gewoon proberen, snap je? Ja. Mensen in mijn omgeving zeiden allang, bro, doe wat met YouTube. Je hebt scheid, dit, dat. Ik dacht, ja... En wat was dan voor jou de belangrijkste reden waardoor je het eigenlijk niet wilde doen? Wat hield je tegen, zeg maar? Mijn beperkingen. Ja? Ja. Was je bang voor de reactie van andere mensen? Ja, ik was bang voor de reacties. Dat ze uitgescholden worden. En hoe is dat gegaan? Is het uitgekomen waar je bang voor was? Nee, totaal niet. Helemaal positieve dingen. Dat is tof. Ja. Want hoe zijn de reacties op straat? Want volgens mij heb je gewoon één grote ster sowieso. ik weet sowieso in Amsterdam, iedereen heeft het over jou. Ik kom zelf in Amsterdam. Maar volgens mij word je omarmd door iedereen. Ja, man. Echt ongelooflijk. Ik krijg echt veel liefde van mensen. Mensen willen met me op de foto. Van moeders, kinderen. Gewoon iedereen, snap je? Wel leuk om te zien. In het begin was het een beetje raar, dacht ik. Waarom wil iemand met een invalide op de foto? Dacht u er echt zo over, ja? Hoezo? Ik ben een invalide, snap je? Maar uiteindelijk is het wel Het heeft volgens mij heel goed uitgepakt. Ja. Het heeft volgens mij heel goed uitgepakt. Ja, zeker. Ik ben sowieso ook benieuwd. QC. QC, bakt hij er sowieso wel iets van? Of, Nee, hij bakt er Dat dacht ik al. QC zit altijd een beetje op te scheppen. Ik kan koken. Ik kan echt niet koken. Dacht ik al. Thanks, dan heb ik een bevestiging van jou. Jou vertrouw ik sowieso. Hey Jeroen, jij bent natuurlijk een beetje de koning van formats op YouTube. Hoe kijk jij naar het succes van Ja, heel van tof. Zeg. Ik wilde net al zeggen, van in het filmpje inderdaad noemde... Ja, de voice-over mij YouTube-koning. Maar als, ja, jij hebt echt gunfactor, zeg maar. Dat, ik denk dat je heel groot figuurlijk, zeg maar, zou kunnen worden op YouTube. En het is echt tof om te zien. Ja. En het is ook echt de format. Ja. Dus echt respect. En ja, ik denk dat het echt... je moet gewoon... Het is sowieso wel lef dat je, hè, dat je bang bent voor reacties en het toch doet. Ja, maar ik denk ook dat ik zou... Dat is ook de reden dat ik geen YouTube-kanaal durf. Ik zou ook bang zijn voor de reacties. Ik denk niet dat dat alleen is met een beperking. Dus dat is wel... Nee, precies. Ja. Precies. Maar als je daarmee zit, is het heel veel lef als je dat doet. Zeker. En ja, heeft de gunfactor. Ja, ik vind het echt tof. Serieus. Nee, hard. Hé, maar QC kan dus niet koken. Nee, maar bij welke artiesten was jij wel echt onder de indruk van hun kookkunsten? Niet onder de indruk. Niemand dus. Niemand. Nee, bij Nessie kon je wel echt koken. Ja, echt? Oké. Hoe was Andy van de meiden? Qua wat? Heb je ook met hem gekookt? Ja. Kon die koken een beetje? Of? Nee, totaal niet. Nee, man. Hij kon niet eens pannenkoeken maken. Okay, dat is heftig. Niet te doen, niet te doen, niet te doen. Wie bakte er gewoon echt niks van? Ja, wie was echt het allerslechtst? Denk, dat je echt een hap nam, dacht, hey bro, wat is dit nou? Andy. Komt toch bij Andy. Dat is nog, die maakte pannenkoek, maar die pannenkoek was nog helemaal deegachtig. Maar hij at hem op, hè. Hij had hem gewoon strijder. Hij dacht, ik heb hem gemaakt, het moet gewoon. Maar hij was wel gezellig met Andy. Ja, was super gezellig. Goeie gozer. Ja, nee, hard. En wil je altijd iets blijven doen met koken? Of wil je ook nieuwe concepten gaan bedenken? Ik ben bezig met een nieuw format. Oké, nou, test het op ons of moet het nog geheim blijven? Ja, het komt binnenkort uit, maar het is zeg maar Max Verstappen-achtig. Met de scootmobiel. Heet het Zack Stapt. En
ik en een andere persoon gaan dan met een scootmobiel racen. Dan moeten we challenge doen en dan weer racen. Okay. Tot we bij de finish. Oh, hard. Tof, Jeroen. Ik wil het zeggen. Ja, fuck it. Nee. Ik ga niet erg veel. Ja, nu weten we het allemaal. Je zet het hier first. Die video ga ik morgen even draaien. Maar die scootmobiel, die rijdt dus 20 km per uur. Is die een beetje opgevoerd? Of? De eerste was wel opgevoerd. Maar die programma is die andere helemaal totaal losgegaan. Hij startte niet meer, ja. Oh, maar wat is opgevoerd dan? Hoe hard gaat hij dan? 20 gaat hij dan? 30. Oh, dan gaat hij 30 echt. Ja. Dat is echt best wel snel. Dat is echt snel voor een scootmobiel. Ja, we hebben daar wel een fragmentje van. Dat het inderdaad af en toe best wel heftig kan gaan met die scootmobiel. Oh, dit is toch heavy. Hey broer, rustig maar broer. Deze man, ik zie gelijk dat je geen rijbewijs hebt, man, broer. Ja, ik heb geen rijbewijs. Anders wil het toch. Ja, dit is echt zo blijft grappig om te zien. Maar gebeurt dit vaker in de supermarkt als je boodschappen doet, dat je gewoon de rotzooi ervan maakt en scheurt erdoor? Nee, ik zelf niet. Okay, goed. Maar ben je niet bang als je zo meteen je raceprogramma gaat doen, dat er meer van dit soort ongelukken aan zitten te komen? Leuk voor de feel. Is het wel, ja. Ik vind het in ieder geval top. Ja, ik heb zelf echt misschien 50%. Bij die ongeluk zat er een hele gat in de muur. Serieus? Ja, echt. We werden eruit gestuurd. QC, maar maak zich heet op druk. Ben ik wel verzekerd? Oh. Hij belt zijn vrouw. Schat, zou verzekerd. In passie. Ze nam niet op. Hij zegt, ze gaat me boos maken. Uiteindelijk zei ze, ja, we zijn verzekerd. Zijn broer is niks aan de hand. Je moest hem dus kalmeren. Hij dacht, klaar, ik ben nu gewoon... Dus QC was een beetje die poesie. Gewoon Zoiets. Oh, maar ik ga echt stuk.